permanent zou dienen. De minister van LVV is er op deze woensdag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering ingegaan op de kwestie van de dambreuk te weg naar zee. Als gevolg waarvan dan landbouwers wonende langs de Brantimakkaweg dan ook miljoenen schade hebben geleden. Het is allemaal bekend dat de Brantimakkaweg in feite een deel is van voedselschuur van Suriname. Vandaaruit komt er heel wat landbouwproducten richting de markt en andere plekken. Maar nu door de dambreuk lijden de mensen grote schade. En het is bekend dat zoutwater ook heel veel schade richt aan vruchtbare grond. De minister is er daarop ingegaan en op enkele andere zaken. Ik ben toch wel benieuwd hoe het op dit moment gaat met onze melkveesector. Ik ben niet tevreden over wat er in die sector gebeurt. Maar het wordt toch wel dat er bijvoorbeeld van vergrijzing sprake is. En dat onze, dat zorgt dat de situatie is. Maar ja, nee. U heeft helemaal gelijk. En kijk, het is een vak waar je liefde voor moet hebben. Je moet erin geboren zijn. Je moet een bepaalde band met de dieren hebben. En dat is de motivatie meestal. Dan geld zelf voor de boeren. Maar natuurlijk moeten ze uitkomen. De boeren moeten ook uit kunnen komen, want ze hebben ook uitgaves. En het is niet van vandaag. Het is al een hele aantal jaren is het gaande. De jongeren die trekken weg. Die willen niet meer overleven van papa. Kijk, twee keer per dag onder een koe zitten, die discipline moet je hebben. En iets moet je motiveren daartoe. En 305, je hebt geen vakantie, hè? Je hebt totaal geen vakantie. Deze groep moeten we koesteren. Vandaar dat we het besluit hebben genomen van we gaan deze groep, sorry of mijn stem, ja. En ondersteunen. Maar het loopt niet snel genoeg, laat maar zo zeggen. Omdat vanaf het begin waar we de dieren vandaan wilden halen. De protocollen, nu in dit geval Brazilië, moesten nog in orde gemaakt worden. En dan komen daarbij heel wat zaken bij kijken. Quarantaineruimte bijvoorbeeld. Ik heb hier een paar keren behandeld. En dat moet helemaal up-to-date zijn. We hopen ergens medio komende maand het ready te hebben. Voorbereiding wordt nu getroffen om gras te zaaien. De stal moet nog afgemaakt worden. Dan gaan zij uit Brazilië komen inspecteren. Voordat de eerste beesten op de boot gaan. Maar aan de andere kant proberen wij dan die groep boeren ook dusdanig te motiveren. Van luister, we gaan je selecteren. We beginnen met de boeren die niet voor melkcentrale leveren. Die zitten al in het systeem. En hun optimaal allerlei ondersteuningen te bieden. Met grasstandverbetering tot een eventueel uitbreiding van hun stal, aanpassingen die ze moeten plegen. Maar ze hoeven niet contant te betalen voor die beesten. Dan gaat de betalingsregeling getroffen worden. Een deel uit melkleverantie, een deel met kalfverlies gaan krijgen. Maar die groep is een bijzonder belangrijke groep, omdat qua voedselzekerheid, en vooral oudjes en kinderen, die zijn totaal afhankelijk van melk. En de aanbod van melk in de wereld, poedermelk. En het wordt alleen maar moeilijker en moeilijker. Eerst om aan melkpoeder te kopen, ten tweede, de prijs stijgt enorm. En alleen maar door lokale productie te stimuleren, gaan we dat kunnen aanpakken. Dus het heeft alle aandacht van ons. Ik ben er praktisch zelf, trek ik eraan, elke dag ermee bezig. We hebben toen berekend, we zouden zitten op 1500 koeien. En willen we de tenminste, willen we zelf voorzienend worden. Maar we hebben de eerste partij met 400 koeien. We hebben een boot gevonden die dan die 400 koeien tegelijk kan brengen. De andere boten zijn vele malen groter, maar je moet hier kunnen handelen. Dus de eerste beesten die komen, die moet je qua capaciteit van je de quarantaineruimte dat ook aankunnen. En als ze komen, moeten ze volop gras hebben. Je voeding moet goed zijn, maar ook qua de capaciteit eromheen om die beesten te kunnen volgen. En qua ziekte bijvoorbeeld, die ze eventueel zouden kunnen meenemen. Maar we hebben ook als eisen gesteld van de leverancier. De koeien moeten in Brazilië ook eerst in quarantaine. Een paar weken om hen te volgen. Dus daar heb je heel wat veiligheden ingebouwd. Onderweg hier naartoe ga je ze ook
Er gaat ook dierenarts aan boord zijn. Die moeten ze kunnen blijven volgen. Want het risico is te groot. Om met zulke grote hoeveelheden koeien dat je ook ziektes importeert. Dus wat dat betreft zijn we uiterst voorzichtig. En we zijn... Hierbij hebben we ook natuurlijk alle ondersteuning van de Brazilianen zelf. Kijk, natuurlijk het is een nobel streven om voedselzeker te worden. En ik zou heel erg blij zijn als we dat voor een belangrijk deel zouden kunnen worden. Maar de randvoorwaarden daartoe, die moeten ook geschapen worden. Alleen door te stellen van we moeten voedselzeker worden, kom je er niet. Wat heb je allemaal daarvoor nodig? Je hebt een goed beleid nodig. Welke gewassen ga je, of welke producten ga je vervaardigen? Waarin is er behoefte? En, moet je het eerst verwerken? Moet je het vers exporteren? Wie zijn de producenten? Het land zelf. We hebben genoeg land. We proberen zelf als een entrepreneur, als een nieuwkomer, aan een stuk land te komen. Het lukt, het gaat niet zo makkelijk. Als je een stuk land koopt, dan ben je haast je al je kapitaal daaraan kwijt. Terwijl je het kapitaal nodig hebt om een bedrijf te runnen. Wat dat betreft moet er ook heel wat veranderen in het beleid zelf. En Brazilië, natuurlijk, heel wat landen in de wereld hebben in de loop der tijden te maken gehad met dit soort zaken. Waarbij je die kleinschaligheid natuurlijk wilt aanpakken door iets grotere, middelgrote bedrijven die efficiënter kunnen produceren. Maar het moeten gezinsbedrijven blijven, want die produceren het goedkoopst. Die wil je dan gaan creëren. Nederland heeft de historie gehad in de jaren 60 van ruilverkavelingen. Een aantal percelen werden opgekocht door de overheid en werden weer overnieuw ingedeeld. En afhankelijk van bodemtype, allerlei andere en zaken die op grond waarvan het beoordeeld wordt. Bepaal je dan, oké, hier is het geschikt voor veeteelt of akkerbouw of wat dan ook. Hier moeten we dat ook gaan doen. Maar het moet, is een gedurfde stap natuurlijk, want niemand wil zijn perceel kwijt. Je krijgt een perceel in de grondhuur van de overheid om daaruit te produceren. Maar we hebben hier een attitude. Ik hoop wel, ik bedoel, met hem leed. Alsof het ons eigendom is geworden. Je betaalt wel elk eind van het jaar, betaal je huur. Maar we gaan er niet om als eigendom. Terwijl dat bedoeld is juist, is een landbouwgrond, tuinbouwgrond, om voedsel te produceren. Dus qua mindset moet het zaakje weer gaan veranderen. En wat er nu gebeurt, terreinen waarover LVV beschikt. We geven niet de grondhuur uit, maar we geven het uit in gebruik. Helaas kun je daarmee niet aan de bank gaan om geld te lenen. Maar je hebt het in gebruik, je kunt erop produceren, zolang je wilt. Natuurlijk zijn er een aantal voorwaarden daaraan gekoppeld. Maar die terreinen moeten wij zien te conserveren en te reserveren voor ons nageslacht. En als je straks heel Suriname verkavelt en je hebt geen grond, geen vierkante meter meer om te produceren. Dus het beleid, het denken, die mindshift moet er ook komen van hoe wij met die gronden moeten omgaan. En we hebben niet veel hoor, het lijkt veel, maar we hebben niet veel aan geschikte landbouwgronden. Kijk, op de eerste plaats wat je moet doen, je moet met die springen op vergoeding. Je moet eerst gaan kijken van wat er aan de hand is. Climate change, weet je allemaal, dat maakt dat wij vandaag met dit soort gevallen te maken hebben. Het gaat blijven komen. Je gaat elk jaar weer situaties hebben, misschien niet op dezelfde plek, maar op andere plekken, waar wij nu een antwoord moeten vinden hoe duurzaam om te gaan met deze gronden. Willen we deze gronden niet meer gebruiken of niet meer bestemmen voor de landbouw? Waarvoor dan wel? En er zijn heel wat pogingen die ondernomen worden. Bijvoorbeeld professor, die onderneemt heel wat pogingen met de kwelders die hij daar aanlegt om de zee tegen te gaan. Maar naar mijn gevoel is het nog te kleinschalig. Hij moet meer support krijgen. Die systemen werken, maar die grootschaligheid moet er komen. Waarbij je ziet dat ook buitenlandse instanties behoorlijk meehelpen, maar niet goed genoeg.
En wij natuurlijk, wij zijn slachtoffer van climate change. We zijn blij dat we 93% nog onze bossen hebben behouden. Maar dat brengt Mujer niet naar Parijs. Wat krijg je daarvoor terug? En je ziet ook onze president op elke gelegenheid dat hij vindt. En tijdens die conferenties, die gaan op COP 26 tot en met de laatste die er geweest is. Hij beleeft erop aandringen samen met andere ontwikkelingslanden. Van luister, we moeten nu een keertje wel vergoed worden voor datgene wat we opofferen. Want dit is natuurlijk het gevolg daarvan. Dus we moeten kijken, om terug te komen op uw vraag van wat gaat er gebeuren. Vanmiddag komen de twee machines daaraan om alvast te kijken van dat het niet erger wordt, de situatie. Om dan met de boeren te zitten en de zaken en te inventariseren. Om dan de vervolgstappen te bespreken. Maar uit de interviews, minister, proef je zo'n beetje dat in feite de landbouwers toch niet zozeer op de hoogte zijn van de climate change waarover je het hebt. Weet je wat zij praten over, van ja, we verkouwen hier al tientallen jaren. U heeft helemaal gelijk wat dat betreft. En ieder denkt van, dat gaat mij niet treffen. Ik zelf woon op Lelydorp, met een 2 meter boven zeespiegel. Ook daar loop ik onder water. Niet omdat de zee naar binnen dringt, maar omdat er in een kort tijdsbestek te veel water naar beneden komt. Allemaal een gevolgen van climate change. Die bewustwording is nog niet wat het wezen moet. En daar hebben we een collectieve verantwoordelijkheid als overheid, maar ook de NGO's, de private sector, om daaraan te werken. Maar je ziet ook dat boeren ook kansen nemen. Van één, laat me proberen, ik heb altijd hier geplant, terecht. Die bergstructuur, alles is er al, infra is er al. Waarom zou ik niet nog een keer proberen? Maar je moet toch al om je heen kijken, stel ik voor, naar de technische, moeten zeggen, toestand van zo'n dam, welke zo'n hele zee moet tegenhouden. Kort na mijn aantreden heb ik door het gebied gelopen. En de boeren wijzen van, daar heeft een dijk was opgeworpen, die heeft het begeven dan een tweede, een derde, een vierde. Dit geeft wel aan, dat is bepaald in de afgelopen 20, 25, 30 jaren, misschien langer, dat wij continu de strijd aan het verliezen zijn tegen de zee. Uiteindelijk moet er iets gebeuren. Ga je dijken bouwen als in Coroni bijvoorbeeld? Dan moet er een keuze gemaakt worden. Is er geen geld? Waar gaan we geld zoeken? Weet je, maar in het kader van de voedselzekerheid denk ik dat wij wel wat potten zouden kunnen vinden. Vooral waar het Caribisch gebied nu praat over het terugdringen van voedseltekort, tenminste de voedselimporten, met 25% tegen eind komend jaar. Dan moeten wij nu als collectief, met heel CARICOM erbij, op zoek gaan naar die potjes. Want je kunt daar, het is vruchtbaar land. We hebben genoeg water, zoet water hoor. Maar om voedsel te verbouwen. Om die landen die, waar je een dreigement hebt van voedseltekort, om die daarvan te voorzien. Maar een van die boeren zei, het is een heel moeilijk besluit, dat het kruidenproject niets anders is dan uitstel van executie. Maar hij heeft gezegd, van, op de duur gaat het dan niet. Ja, de zee gaat blijven stijgen. Je weet, zulke processen, die hou je niet tegen binnen een paar jaren. Dat gaat misschien nog een 50, 100 jaar zo door, voordat je iets gaat merken, als wij ons houden aan een reductie van de CO2-productie en andere zaken die afgesproken zijn, is een lang proces. Helemaal mee eens. Dus we moeten, wat ik eerder zei, als collectief en die bewustwording vergroten, maar ook een antwoord vinden op de problemen zoals je dat aankaart. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik was ook gisteren bij Wegwaarszee. Ja. En best wel verontrustend dat ik gezien heb, als niet als leek, zeg maar. En er is een zeil geplaatst door de wind, maar die is ook nog bijna weg. Echt water is stroomt echt helemaal weg. Is er een mogelijkheid, ik weet dat die vraag gesteld is hoor, ik ben wat laat binnengekomen, excuses. Maar is er een mogelijkheid voor het bekijken van een dijk? Want ook die bandmoer werkt niet. Nee. Kort geslagen. En er moet, wat ik eerder zei, was er niet. Er moet een duurzame oplossing komen. Er moet een keuze gaan maken als overheid. Het mag duur zijn. Waar kies je voor?
En in, ik denk dat nu, met dit zoveelste keer, dat sinds ik ben aangetreden, dat ik dit meemaak. En ik ga straks ook behandelen in de FVM van de regering. Er moet iets aan gebeuren. Want die zeespiegelstijging, zei ik eerder ook al, nu kun je niet 1, 2, 3 tegen gaan. Er moet iets gebeuren. Nu is het weg naar zee. Het kan weer een keer corona zijn, het kan kommewijnen zijn, noem maar op. Al die plekken waar wij in, je weet. Wij staan in de top 5 qua meest bedreigde landen in de wereld zelfs. En in, als het dat is, en je praat over in de wereld, dan moet je ook in een mondiaal gaan mobiliseren hoe dit tegen te gaan.